Hallo vrienden en vriendinnen en alles wat ertussenin zit. Ik heb zojuist de deur opengemaakt. Dat klinkt op zich niet heel bijzonder, maar het feit is wel, ik heb mijn haar niet eens gedaan. Ik ben gewoon instantly, toen die deurbel ging, naar boven gerend. En ik heb een pakketje gekregen van mijn lieve vrienden van Omen. Je kan het wel zien. Het is een laptophoes en dat is al heel leuk. Maar wat nog leuker is dat ze me ook nog een laptop hebben gestuurd. Dit is echt insane. En ik dacht, waarom geen mensen jaloers maken? Ik doe hem gewoon te unboxen. Sterker nog, ik heb een schaar hier ook toevallig liggen. Ik ga hem openen. Er zat ook een lief berichtje bij met dat ik op deze manier klaar ben voor het nieuwe seizoen van de Elite Series. Want het is aangekondigd. Ik kan het al zien op Elite Series. Lol. Oh, maar dit voelt wel lekker aan. Krijgen we erbij. Een boekje. Important product information. Altijd handig om te hebben. Wat is dit? On-site service. Ook altijd fijn. Qua experience, ja, het ziet er heel clean uit. Wacht, ik zal proberen te laten zien. Dus we hebben hier... Oh, mijn microfoon. Dus we hebben hier de mooie kleurtjes. De laptop, je ziet het al. En neem aan, ik denk tenminste, dat dit... Oh, je hebt hier ook zo'n lipje aan zitten dat je het makkelijk uit de doos op kan tillen. Dit is ook aan alles gedacht. Het is lekker licht. Dat is één ding wat zeker is. In deze case, het doosje van Omen. Hier zit, zoals verwacht, de netwerkadapter. Dat was het al. Meer moet je ook niet hebben. Dit is prima. Dit is fijn. Hoeft niet allemaal duizenden, weet ik veel, boekjes ook gewoon. Het is een lekkere, ik wil niet zeggen simpele laptop. Maar het is niet zo'n overdreven laptop. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Je zou deze laptop misschien wel kunnen herkennen. Want die staat heel vaak op de desk bij toen de Dutch League en de Belgian League. Eerste ding dat me opvalt is van, het is kunststof. Het is niet metaal. Het is op zich niet heel erg. Ik kreeg nogmaals van HP en van Nvidia. En wat ook wel heel dope zou zijn, is als hij ook nog aanging. Wow. We hebben een Intel Core i7 1080-70H processor. Een 1 terabyte SSD. Een 16 gig DDR4 SD RAM. Not bad. Geen optische schijf in het, want laten we eerlijk zijn, niet gebruikt in onze CD's tegenwoordig. Als je onder de 40 bent. Windows 8 staat erop, maar die kun je upgraden naar Windows 11. 5,6 inch Full HD IPS LED beeldscherm. De Nvidia GeForce RTX 3070 8GB, die zit erbij. En dan het Bang & Olufsen geluid, wat heel vet is. Ik ga aan de slag met deze laptop. En de komende paar maanden, paar weken misschien zelfs, ga je me ook heel veel horen over deze laptop. Wat die allemaal kan, waar die allemaal voor bedoeld is. En natuurlijk, hoe ik hem ga gebruiken. Ik wil nogmaals HP en HP Omen in het bijzonder bedanken. En natuurlijk ook Nvidia voor het geven van deze laptop. En ik ben heel benieuwd wat voor mooie dingen er allemaal mee kunnen gaan doen.